Onverzadigde vetten zijn alle vetten in het voedsel die niet verzadigd zijn. Simpel. Je hebt een paar vormen waarin ze voorkomen. Je hebt enkelvoudige, onverzadigde vetten, zoals die in olijfolie zitten, maar ook bijvoorbeeld in avocado. En daarnaast zijn er de meervoudige, onverzadigde vetten. Die vind je in allerlei soorten noten en vis. En onder die meervoudige vallen dan weer de omega-3 en de omega-6 vetten. Kort en goed, alle onverzadigde vetten zijn goed voor je. Eet ze. Ben niet bang voor je hart. Angst voor vet is ongegrond. Zalm en vis is goed. Walnoten hartstikke gezond. Er zijn genoeg aanwijzingen dat enkelvoudige olijfolie je cholesterol verlaagt. Omega-3 vetten vind je vooral in vis. Eet ze 2-3 maal in de week. Ze zijn de belangrijkste vetten om je gezond te houden. Omega-3 brengt je lichaam tot rust. Dat betekent dat het allerlei ontstekingen binnen in je lichaam remt. En daarmee ook de kans op hartaanvallen. Wat hier belangrijk is, is de hoeveelheid omega-3 die we binnenkrijgen ten opzichte van de hoeveelheid omega-6. De onderlinge verhouding doet ertoe. Wat we in onze voeding niet goed doen, is dat we te veel omega-6 eten en te weinig omega-3. Wat meer noten, wat meer vis en het evenwicht wordt hersteld. Je hart zal je dankbaar zijn. Heb je ook een vraag voor een van de Tsuru-experts? Mail dan naar onderstaand e-mailadres en wie weet komt je vraag aan bod in een volgend filmpje.